En dan sport in Gouda, biljarten dit keer. Verslaggever Gerrit Schinkel ging samen met cameraman Hanno Schuurman op bezoek bij biljartvereniging Antipoedel en bij biljart- en bridgecentrum De Hoog. We staan nu bij het wijkvereniging van de vereniging Lustenburg. U bent de voorzitter. Wat gebeurt er zoal hier? Nou, er gebeurt hier veel. We hebben natuurlijk een heel leuk verenigingsgebouw waar dus in de middag en in de avond ontzettend veel activiteiten plaatsvinden. Waaronder de biljarten, bridgen, gymnastiek en de Gouden Liederentafel. Die heeft hier op donderdagavond zijn concertavond. Dus wij zijn dik tevreden met de bezettingsgraad van het verenigingsgebouw. Ik zie hier, we zijn hier in een biljart. Is dat één vereniging? Zijn er meerdere verenigingen hier? Er zijn twee biljartverenigingen. Antipoedel heeft hier onderdak en we hebben dus zelf een biljartvereniging. Dat is Lustenburg. En die komen uit voor de ouderen en welzijn in de gemeente Gouda en omstreken. En dat is pure recreatie? Pure recreatie, alleen maar recreatie. Ja. Maar wel fanatiek af en toe. Doet u zelf ook mee? Ik doe zelf ook mee, maar wel op een heel laag niveau. Ja, een heel laag niveau. Maar dat geeft niet, we zijn groeiende. Grote vereniging? Redelijk grote vereniging. We hebben 35 leden. We hebben 5 teams in de competitie. Dus we mogen niet klagen. Voor de Goudse begrip is het toch een redelijke grote vereniging. Een van de biljartverenigingen die hier in het gebouw van de Lustenburg speelt is de oudste biljartvereniging van Gouda, Antipoedel. En u bent de voorzitter. Ja, de trotse voorzitter. 1934 opgericht. En nu een ledenaantal van plus minus 25. We spelen met 6 teams in de competitie. Dus daar zijn we wel heel erg trots op. Want ja, biljartsport is een beetje aan het vergrijzen. Dus het valt niet mee om het ledenaantal op peil te houden. En we hopen dan ook dat heel veel mensen nu kijken naar ons en luisteren naar ons. En het enthousiasme in de zaal zien waar het allemaal op gebaseerd is. En hoe mensen driftig bezig zijn om dat spelletje op hun manier te spelen. En biljartsport is natuurlijk een hele mooie sport. Omdat je eigenlijk allemaal mee kan doen. Of je nou een mien van een half speelt. Of daar in de achterzaal spelen mensen die 25 spelen. Je doet allemaal mee. Want je kan allemaal tegen elkaar spelen. En dat is het mooie van de biljartsport. Er zijn natuurlijk heel veel disciplines in de biljartsport. En ja, daar kan je heel lang over uitweiden. En voor iedereen is een bepaalde discipline hebben een bepaalde moeilijkheidsfactor. En iedereen heeft daar zijn eigen haalbaarheid in. Ja, jullie zijn de oudste vereniging van Gouda. Vroeger was Gouda, nou ik kan me nog herinneren, je struikelde bijna over de biljartlocaties. Dat is heel hard achteruit gelopen. Want hier en Centrum De Hoogte zijn eigenlijk de enige twee accommodaties in Gouda waar op niveau kan worden gebiljart. Ja, moet ik me iets nuanceren. We hebben natuurlijk ook nog de kade waar 3 tafels staan. En we hebben ook nog bij het wiel in de Roos van Dekemastraat waar 2 tafels staan. Maar het loopt allemaal terug? Maar het loopt allemaal terug. In geen één café in Gouda wordt op dit moment nog gebiljart. Buiten de spil op de Gevrolijksweg, waar nog 1 tafel staat. En dat wordt dan gespeeld in de Boerenbond. Is dat alleen iets dat in Gouda speelt? Of is dat iets wat in heel Nederland het geval is? Nee, het speelt in heel Nederland het geval. In Brabant en Limburg is het ietsje anders. Daar is de mentaliteit van de mensen om biljarten is wel ietsje beter. Maar hier in het Westen is het wel duidelijk aan het afnemen. We zakken alleen maar terug. Net wat je zegt, hoeveel café hadden we vroeger niet. Ik denk dat we wel 12 of 15 lokaliteiten hadden in Gouda waar we biljart konden spelen. En daar kon je elke middag naartoe. En nu is het eigenlijk in Gouda buiten de spil om. Kan je dus net zomaar ergens een vrij partijtje spelen. En dat is natuurlijk heel erg triest. Waar we straks dus heen gaan naar de Hoogte, daar heb ik voor je een ander verhaal, want daar kan het dan wel. Even nog hier vanavond is de eerste competitieronde. Is dat een regiocompetitie? Dit is een regiocompetitie. Die bestaat uit Nieuwekerk, Waddinxveen, Schoonhoven en Haastrecht en wat eromheen. En we spelen dus met 6 teams. We spelen ook in de verschillende klassen. We spelen hier in de eerste klas, de tweede klas, de derde klas en de vierde klas hebben we teams waarin deelnemen. En de competitie bestaat uit 24 wedstrijden. Dus je speelt 12 uit en 12 thuiswedstrijden. En een team bestaat uit 3 personen. Van de Lustenburg naar sport.
Centrum De Hoog. Dat is een hele stap, want het is een prachtig complex hier, Corien. Ja, dat kan je wel zeggen. Als we ergens trots op zijn in de Gouda, dan is dit het complex van familie De Hoog. En ja, dat is 3 jaar geleden is dat hier neergezet. Een initiatief van meneer De Hoog senior, die helaas de opening zelfs niet meer heeft meegemaakt. Maar wel zijn volle aandacht eraan hebben besteed. Hij was een beetje ontevreden over het gemeentebeleid en over het beleid in de andere lokaliteiten. Daar moest hij een beetje te veel zaaluur gaan betalen. En hij zegt, ik wil wat nalaten voor de stad Gouda. En ja, daar is dit uit voortgevloeid. En we hebben hier natuurlijk een prachtige lokaliteit boven. We hebben 6 prachtige metstafels. We hebben aan de andere kant 2 grote metstafels. Nou, hier wordt biljartsport bedreven, optima forma. En we hebben natuurlijk 2 verenigingen hier. We hebben dus ook hier weer een recreantenvereniging. Dat is de Nieuwe Gouwen. Elke dag zijn hier aanwezig? We zijn elke dag hier geopend, van 12 uur tot 12 uur. Dus 12 uur per dag zijn we open. En de recreanten die beginnen om 12 uur, want dat is een dagcompetitie. En dat is van de Nieuwe Gouwen uit. En wij als de Musketier, dat is de andere vereniging, die zit in de avondcompetitie. We hebben ook 6 teams in de competitie meedraaien. En ja, dat is elke avond volle bak. Zo ziet ook vanavond weer, is het voluit bezet. En nu is het eigenlijk vanavond pas recreatie, want hier spelen we op dit moment nog geen competitie. Die begint hier morgenavond. Het gebouw bestaat uit 2 etages. Beneden is het allemaal denksport, dammerschaken en nog wat. Jullie hebben deze hele bovenste 2e etage. Wij als biljartsport hebben de hele bovenste 2e etage. Het is 400 meter groot. Vandaar dat we ook 6 mooie tafels en 2 metstafels neer kunnen zetten. Met een prachtige bar in de middenkant. En vanuit beneden wordt dan de catering verzorgd. We hebben een prachtige keuken. En daar vanuit kunnen we dus eigenlijk alles doen. We kunnen ook bedrijfsfeestjes geven of noem maar op wat we dus allemaal niet kennen. De mogelijkheden zijn hier uitgelezen, mag ik zeggen. Ja, en natuurlijk ook de mogelijkheid dat er grote kampioenschappen kunnen worden gespeeld hier. Nederlands kampioenschap of zo. Ja, die gaan we ook zeker krijgen. Zitten die al in de planning? Die zitten ook al in de planning. En volgend jaar, eind volgend jaar, zijn er sowieso 2 grote kampioenschappen. Er zijn ook 3 districtfinales die hier al gespeeld worden. En dat is ook met de recreanten. Die hebben hier een eindtoernooi. En dus ja, we zijn heel actief bezig en we hopen dat nog steeds verder te promoten. En ja goed, iedereen die hier binnenkomt, die staat eigenlijk met open mond. En die valt bijna achterover, zo mooi het hier is. En wij proberen in ieder geval dat te houden. En ook ons best te doen dat zo blijft. Want toen jullie hier kwamen 3 jaar geleden, heeft het nog veel nieuwe leden opgeleverd? Nou, de Nieuwe Gouwen die hier speelt, die komen eigenlijk uit Zuid-Trent-flat vandaan. Want daar is de oorsprong van De Hoog vandaan. En al die leden zijn hier naartoe gekomen. Ook van buiten Gouda? Van buiten Gouda zijn er hier ook mensen gekomen. We hebben dus de Nieuwe Gouwen mensen, die hebben dus de eigen vereniging. En hier hebben we dus 3 mogelijkheden. Je kan dus lid worden van de Nieuwe Gouwen. Je kan dus lid worden van de Musketier. En je kan dus donateur worden. En dat donateurschap bestaat uit het feit dat je dus 25 euro per jaar betaalt. En dan kan je dus elke dag hier komen biljarten. Ik zeg jongen, ik wil morgen gaan biljarten, kan ik hier zo terecht? De eerste 2 keer mag je dus hier gratis om even te proeven hoe het is. En als je dan geproefd hebt dat het hier geweldig is, dan word je donateerd. Dan betaal je 25 euro'tjes en dan betaal je per persoon 1 euro per uur om hier op die mooie tafel te kunnen spelen. Moet je alleen nog even materiaal aanschaffen zelf? Het is allemaal van jezelf. Een keutje kopen en dat soort dingen. Alhoewel, we hebben natuurlijk een heel keurrek. Dus als je niet erg professioneel bent, pak iedereen uit het keurrek en dan ga je daarmee proberen. Kortom, dit is eigenlijk een parel in de Goudse sportwereld. Dit is een... Ja, is een parel de hoogste benaming van iets wat in de sport is, dan is dat de hoogste benaming. Want mooier kan je het niet krijgen.